Maar het geeft wel een beetje aan het wantrouwen wat mensen hebben tegenover welke vorm van informatie dan ook. Ja. Als het niet klopt met het beeld wat ze willen geloven. Ja, en ik denk dat wantrouwen niet per definitie een verkeerde gevoel is. Of misschien is het een gevoel, maar ik denk niet dat wantrouwen per definitie een verkeerde insteek is om te hebben. Ik denk dat het heel goed is om een bepaald wantrouwen te hebben tegen enig statement dat komt van een autoriteit. Of dat nou het Pentagon is, of het Rusland, of wat dan ook. Of zelfs media. Ik bedoel, dat is belangrijk, denk ik. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om daarmee niet meteen het tegenstatement voor waar aan te nemen. Dus oké, omdat de VS het zegt, dat geloof ik niet. Dus dan geloof ik maar wat Rusland zegt. Of wat Rusland zegt, geloof ik niet, dus geloof ik maar wat de VS zegt. Nee. Je kunt zelf, welke feiten kunnen we vaststellen? Dat is eigenlijk het enige wat wij doen met het STEAM hier. Wij hebben het nu gehad over het Midden-Oosten, over Afghanistan. We hebben het gehad over Oekraïne, Rusland. Er is een enorm wantrouwen in de maatschappij tegenover alles eigenlijk tegenwoordig. Tegenover overheden, tegenover mainstream media. Er zijn zelfs mensen die zeggen, omdat het in de New York Times heeft gestaan, dat geloven we ook niet, want jullie zijn ook partijdig. Mm-hmm. Is er wel zoiets als objectieve journalistiek? Bestaat dat nog wel? Nou ja, ik denk per definitie, maar dat is meer een persoonlijke overtuiging, denk dat je als persoon nooit volledig objectief bent. Je hebt natuurlijk altijd, maak je bepaalde keuzes, je bent altijd subjectief. Ik denk dat objectiviteit, ik denk dat het beter is om te zeggen, je onderzoek de feiten, zeg maar wat we hier zeggen, without fear or favor. Dus je doet het zonder dat... Het maakt niet uit wat de uitkomst is van het onderzoek wat je doet. Dus iemand wordt doodgeschoten, je onderzoekt wie er verantwoordelijk voor is. En het maakt niet uit wat de uitkomst daarvan is. Dat is voor jullie de drijfveer om het te doen? Voor mij, ja. Want jouw oude collega Elliot Higgins, die heeft gezegd van deze manier van onderzoek doen, dat is een soort antidote of een soort tegengif tegen die hele wolk van fake news, fake berichtgeving waar we in terecht zijn gekomen. Wat je dus heel veel ziet is van oké, er is een argwaan tegen de established media. Er is een argwaan tegen claims zomaar overnemen van persvoorlichters en weet ik veel wat. Maar wat deze manier van journalistiek inderdaad een antidote kan zijn tegen deze argwaan. Waarom? Omdat je juist zo transparant bent. Dus je zegt, ja, goed dat je argwanend bent. Wij hebben hier dieper naar gekeken. Een deel van die informatie heeft iedereen toegang toe. Maar hey, dit zijn de stappen die we zijn doorlopen om het te verifiëren. Dit is wat die beelden laten zien. Wat klopt wel, wat klopt niet? Heel simpel.